Hey, jongens en meiden. Hoe gaat het met jullie? Jullie zullen wel denken, wie is die mevrouw op de fiets? Nou, ik ben Marga Vermuu, burgemeester van de gemeente Sluis. En ik wil jullie vandaag met deze digitale boodschap toespreken. Want het zijn wel hele bijzondere tijden. We hebben elkaar misschien wel eens ontmoet in het gemeentehuis bij een klassenbezoek. Of wellicht in het Belfort bij de cursus Democratie en Politiek. En bij officiële momenten heb ik natuurlijk zo'n mooie ambtsketen om, maar dat heb ik nu niet. Want ik ben net als jullie ook wat meer in huis. Vergaderingen zijn veel digitaal en ik probeer af en toe te sporten, hier in de tuin of in huis, op de fiets. Want jullie zijn natuurlijk ook veel meer thuis. Jullie missen je vriendjes en vriendinnetjes om samen te spelen, samen leuke dingen te doen, om uit te gaan, verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Je kunt moeilijk een bezoek brengen aan je opa of oma. Nou, en zo zijn er heel veel meer dingen die je niet kunt doen. Maar jullie houden je ontzettend goed aan alle maatregelen. Daar zijn we heel erg trots op. En dat wil ik bij deze zeker ook zeggen. En zo zijn we ook trots op al jullie leerkrachten. We hebben deze week nog een brief verstuurd naar hun. Om hun te bedanken voor al hun inzet om jullie digitaal les te verzorgen. Deze week of komende week is het weer vakantietijd. En dat zal extra moeilijk zijn om je aan alle maatregelen te houden. Maar hou vol, want het lukt jullie vast en zeker. En daarmee helpen we het coronavirus in te dammen. Wisten jullie trouwens, misschien op geschiedenisles wel geleerd, dat 75 jaar geleden, toen we hebben pas de herdenking herdacht, dat er toen ook geen eindexamens waren, net als nu. Nou, zo zijn er natuurlijk heel veel dingen die we nu wel kunnen bedenken om op een andere manier te doen. En dat lukt jullie goed. Heb je nog vragen? Heb je tips, adviezen? Die kun je altijd stellen. Doe een e-mailtje naar spreekuur@gemeentesluis.nl en je wordt teruggebeld door mij of door een van de wethouders. Vermeld natuurlijk wel je telefoonnummer daar goed bij. Hey, zet hem op, maak er wat moois van. En nog een tip, blijf in beweging, net als ik.